Wij zijn eigenlijk fabrikant van het ietwat speciale regenwaterafvoersysteem dat hier werd toegepast op deze merkwaardige werf. Wij hebben hier het advies gegeven aan CIT Blaton voor te gaan werken met het regenwaterafvoersysteem in onderdruk. Dat wil eigenlijk zeggen dat je combinatie gaat maken tussen een speciale daktrechter, een speciaal gedimensioneerd afvoerleidingstelsel. En hierdoor kunnen wij eigenlijk in hoge onderdruk een groot debiet aan water gaan afvoeren op een zeer korte tijd. Voor ons was de eerste uitdaging in dit project eigenlijk om het grote debiet aan water te gaan collecteren in een vrij kleine goot. En eigenlijk om alle leidingen doorheen de staalstructuur weggewerkt te krijgen, onzichtbaar. Zowel de primaire regenwaterafvoersysteem en de noodoverstort werd eigenlijk weggewerkt in de volledige staalstructuur. Dat vraagt een enorme coördinatie en communicatie tussen de aannemer, de installateur en tussen de ontwerper. En dat is tot hiertoe zeker goed gelukt. De tweede uitdaging voor ons was eigenlijk om de hele lange weg af te leggen van het einde van de trechter tot het begin van de Hanswijkvaart. Het water moet daar eigenlijk allemaal naartoe. En bij een traditioneel systeem heb je eigenlijk helling nodig aan de horizontale collector. En dat was dan nooit uitvoerbaar geweest. Met ons onderdruksysteem kunnen wij eigenlijk die helling gaan minimaliseren en zo de totale lengte gaan overbruggen. Dat was eigenlijk een samenwerking tussen ons en tussen de schacht. En de schacht heeft samen met ons een systeem ontwikkeld, zowel in polyethyleen als in polypropyleen, met dichtingen die tegen hoge druk kunnen, om in grote onderdruk eigenlijk het enorm debiet te gaan wegwerken. Het gaan ontwerpen vanuit fabrikantstandpunt uit is één zaak, maar het gaan uitvoeren is eigenlijk een andere zaak. En daarom zou ik graag toch ook onze partner DPE Biesmans uit Bilze willen bedanken voor het afleveren van een echt staaltje perfectie.